De bewoners van het huidige slaaphuis en herstart van het Leger des Heils en het Kromhout moeten in augustus plaatsmaken voor de dakloze opvang. Zij verhuizen naar een ander gebouw in Wielwijk. Dat is een short stay. Dat is een locatie die helemaal opgeknapt is. En ook geschikt is voor het type cliënt zoals hier op Huis en Haard verblijft. Alle faciliteiten die zijn aanwezig. En mensen zullen moeten wennen. En dan denk ik dat ze het ook daar naar hun zin kunnen krijgen. Wat het belangrijkste is, dat ze dezelfde mensen meekrijgen als begeleiding. Het is een woonruimte waarin we eigenlijk zelfstandig een beetje autonoom moeten leven. Dus we zijn dan zelfstandig. En dat betekent dat we zelf nu moeten gaan koken. Of we moeten zelf, laat ik het zo zeggen, worden eigenlijk gewoon aan ons lot een beetje overgelaten. Omdat wij een woongroep zijn waar mensen toch met complexe problemen wonen en die hebben heel veel hulp nodig. En dat gaat nu allemaal wegvallen. Een van de bewoners die wenst anoniem te blijven is het niet eens met de verhuizing en deed afgelopen maandag bij buurtbewoners van het Kromhout een brief door de bus. Wat ik hoop is dat we natuurlijk hier zullen kunnen gaan blijven en dat wil ik dan middels brieven en oproepen en ga zomaar door aan de buurt vertellen en dat wil ik dan door middel van brieven doen met de mededeling dat dit echt niet door de beugel kan. De cliëntenraad begrijpt dat de verhuizing als een verrassing voor de bewoners van het leger komt. Maar ze begeleiden ze daar waar mogelijk en dat zullen ze ook blijven doen. Wij hebben in de advisering, want dit is een uitvloeisel van de visie op van kwetsbare groepen, zoals die in januari door de gemeenteraad van Dordrecht is aangenomen. Daar heeft de cliëntenraad ook in grote mate aan meegeschreven. En voor het uitvoeringsprogramma heeft de cliëntenraad ook aandacht gevraagd om zorgvuldig om te gaan met het begeleiden van het veranderingsproces. Wij staan als cliëntenraad zijn we altijd bereid om mee te helpen in de informatievoorziening. Maar juist gezien de achtergrond van deze mensen is het niet wijs om ze meteen te confronteren met iemand die ze niet kennen. Maar wij hebben altijd gezegd, hebben we ook nu gezegd, wij zijn altijd bereid om met de mensen die dat moeilijk vinden en die een derde willen spreken, zijn wij als cliëntenraad uiteraard bereid om met die mensen te gaan praten.